Suzanne Kos-Curé was op missie in Kandahar, in Afghanistan. Ze werkte veelal binnen de poort, maar ook daar was veiligheid betrekkelijk. In de 5 maanden die ze er was, werd de basis 67 keer met raketten en granaten onder vuur genomen. Ja, van 5 à 10 kilometer vanaf de basis worden die dingen op je afgevuurd. En ja, dan heb je wel eens het idee dat je op een rood kruis leeft. 1 keer ging ze mee op patrouille. Alles is kapot buiten de basis. Ja, en dan zie je wat kindertjes lopen en die proberen je gewoon te stoppen, hè, want die willen eten of aandacht of iets anders. Ja, dat weet je dus niet. Dus het is gewoon doorrijden en zo snel mogelijk van A naar B. Maar ja, dan zie je die kinderen daar lopen en dan denk je wel meteen van, oh, die van mij is ook ongeveer zo groot. Nou, de eerste 3 maanden gingen echt vanzelf en het was echt, alles is nieuw en spannend. Maar ja, dan op een gegeven moment dan gaat het zich ophopen. Dus het wordt warmer, hè, het gaat tegen de 52 graden aanlopen. Fysiek wordt het zwaar, je wordt moe, je nachten zijn gebroken. De spanning werd alleen maar meer, we kregen meer aanvallen. Het werken wordt zwaarder, het gemis van thuis wordt meer. Wat bij mij echt binnenkwam als een bom, waar ik toen echt dacht van, dat was dat ik een keer met een landmachtcollega buiten stond. En in één keer zegt hij van, hè, wat? Ben jij moeder? Ik zeg, ja, is dat zo raar dan? Ja, ik heb 2 dochters thuis. Oh, en hoe oud zijn die? Ik zeg, ja, 4 en 9. Oh, zegt hij, 4 en 9? Hij zegt, wat doe je dan hier? Nou, en toen knapte er iets in mijn hoofd. En in mijn hart, zoiets van, hij heeft gelijk. Ja. En dan ga je nadenken van, ja, wat doe ik ze aan? En ja, ik had al wel door telefoongesprekken gemerkt dat ze het heel moeilijk hadden. En wanneer kom je nou thuis, mama? Maar naar huis gaan zat er nog even niet in. Suzanne vond steun in muziek, in een nummer van Alicia Keys. Ja, dit nummer, Superwoman, dat sprak mij wel heel erg aan. En als ik het nu hoor, dan krijg ik echt kippenvel. Omdat het me echt wel door momenten heen heeft gesleurd dat ik het echt heel erg moeilijk had. Het welkom thuis was confronterend. En de oudste negeerde me ook echt. Zo van, hij was heel gereserveerd en hij wilde me even niet... Gewoon een beetje boos was op me. Van, jij hebt mij verlaten en nou doe ik ook niet lief tegen jou. Ja, en als je het dan beter gaat bekijken... Ja, en toen zag ik gewoon dat ze alle wimpers had uitgetrokken. En dat was puur van de stress. En dan denk ik van, nou, dan is 20 jaar genoeg geweest. En ik heb alles meegemaakt, oefeningen, uitzendingen. De leuke en de minder leuke dingen binnen Defensie. En dan wordt het afwegen. Wat is belangrijker? Ja, en dan kies je toch voor je kinderen.